Nou, wil ik het zelf ook wel eens even proberen. Het is echt prachtig. Als ik een bloemetje van mijn moeder wil kopen of iets dergelijks. Ja. Of wel plukken natuurlijk, uit de pluktuin. Ja, hij is wel groot hier. Misschien moet ik van een kleiner formaatje gaan. Kijk. Een groeiend, bloeiend en levend eerbetoon. Het project van Geerten en Marleen om de dochters van Dordrecht te eren. Om hun idee uit te voeren is een stuk grond beschikbaar gesteld door de Essenhof. Wij wonnen die prijsvraag, eerbetoon voor de dochters van Dordrecht, onverwacht. Waarbij wij hadden bedacht dat het leuk zou zijn om elke dochter aan een eigen bloem te koppelen. Omdat het en een levend eerbetoon is dan en niet gewoon een standbeeld wat daar maar staat. En ook omdat elke dochter dan ook apart belicht wordt. En het zijn gewoon 120 bijzondere verhalen. Een van deze bijzondere verhalen is van Geerten. Want namelijk haar eigen moeder, ook een dochter van Dordrecht, heeft een bloem gekregen in de dochterstuin. En hier is mijn moeder. Hier is uw moeder. Dat is een lampionplant. Een grote lampionplant. Mijn moeder was namelijk heel klein. Ja. Kleiner dan ik. En dan vernoemt u naar de grote? Ja, want dat heeft een reden. Zij is door de schrijver Jan Eikelboom. Die heeft haar de kleinste reus van Dordrecht genoemd. Mijn moeder was namelijk heel wijs en heel begaan met mensen. Dus de kleinste reus van Dordrecht krijgt daarom de grote lampionplant. Ook omdat ze rood haar had. En een groot rood hart. En omdat zij een lichtend voorbeeld was voor velen. Naast de dochterstuin bevindt zich ook nog een pluktuin. Hier mag je, zoals de naam al zegt, een bosje bloemen plukken om neer te leggen bij de rustplek van een geliefde. Maar hier staan ook bloemen bij die bij de dochters van Dordrecht worden. We staan hier, nu is de klaproos natuurlijk fantastisch. Echt, ja. De regen hangt hier een beetje slap. Maar de klaproos is verbonden aan Ellie Meijer-Pietersen. Dat was een raadslid voor het CDA. En zij heeft zich heel erg ingezet voor in de gifaffaire in de Merwedepolder. Dat was echt een groot schandaal. Ja. En de klaproos is een bloem die bloeit op giftige grond en op omwoelde grond. En zo'n affaire is natuurlijk een hele woeste, woelige tijd. Mm-hmm. En de klaproos zou in theorie de enige bloem zijn die op zo'n plek kan bloeien, want giftige grond. Dus daarom hebben wij haar verbonden aan die klaproos. Dus jullie hebben niet zomaar iemand benoemd bij een plant, bij een bloem. Maar nee. Daar is gewoon zorgvuldig over nagedacht. Daar hebben we ontzettend goed over nagedacht. Dat was ook een van de allerleukste dingen om te doen natuurlijk. Het hele idee hiervan is, kijk, dit is een vaasje. Mm-hmm. En het idee is dat je door dat gat gaat kijken met één oog dicht. En dan kun je dus focussen op een bloem. Waardoor je dus beter gaat... ik moet hem omdraaien, want ik moet in mijn eigen vaas. Het is natuurlijk ook dubbel omdat het een kerkhof is. Je zou kunnen verwachten van nou, al die vrouwen zijn al dood. Ja. Maar dat is niet zo. Maar wij zien het ook meer als een symbool van juist dat leven ook weer brengen op een begraafplaats. Ja, vind ik zelf wel een fijne combinatie.